Welkom hier in mijn huis in Kleurstad. In de vorige video is een hele hoop gebeurd. Mick heeft, denkt hij, mij gezien, maar ik was het niet helemaal, want het was een soort van, ja, gemene versie van mij, weet ik veel. Ik weet niet of dat ik er wat van moet geloven, maar degene die Mick dus heeft gezien bij dit huis, was dus bezig om het nieuwe gedeelte van mijn huis grijs te maken. En ik ben vandaag nog niet verder gekomen dan deze kamer, dus ik vrees dat mijn hele huis grijs is. Laten we maar kijken. Het is helemaal grijs. Inderdaad. Oh. Zoals jullie kunnen zien ben ik na mijn vorige survival aflevering nog een beetje verder gegaan. Zo heb ik hier een mooie trap gemaakt waarmee je naar boven kan. En hiermee kan je ook naar de slaapkamer. En je kan hiermee naar de zolder. En kijk eens even. De zolder is een heel stuk groter zoals je kan zien. Want ja, het huis is natuurlijk dubbel zo groot. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat het huis er nu vanaf de buitenkant uitziet. Hé, en dit is een pakketje trouwens. Die heb ik besteld. Die gaan we zo even openen. Kijk eens even hoe vet dit er nu uitziet. Mijn huis is echt ontzettend groot. Hij was mooier geweest als hij paas was. Maar goed, daar kan ik op dit moment weinig aan veranderen. Of ja, ik kan het wel helemaal paas maken. Maar dan is het een grote kans dat het weer helemaal grijs is morgen. Maar, zoals jullie kunnen zien, zijn er een aantal dingen die missen. Zo missen er nog een aantal plantenbakken. En die heb ik ook besteld. Dus als het goed is, zijn die ook binnengekomen. Laten we maar even gaan kijken. Oké, ik ga het pakketje openen. En oké, er zit volgens mij wel alles in wat ik besteld heb. Het is zoals je kan zien een heleboel decoratie. Er zitten een aantal paarse dingen bij en een aantal grijze dingen. En ja, ik zat een beetje te twijfelen. Want ik dacht van ja, ik kan er wel alles paars gaan bestellen. Maar dan is het een grote kans dat er morgen weer allemaal grijs is. Dus daarom, ik heb een aantal paarse dingen besteld. Een aantal grijze dingen. Ik ben heel erg benieuwd wat ermee gaat gebeuren. Maar ik heb hier alvast de spulletjes bijgepakt voor de plantenbakken. En het lijkt me wel vet om die even te gaan plaatsen. En op de een of andere manier veranderen de plantjes ook de hele tijd in deze widderrozen. Dus ja, die ga ik nou ook maar even plaatsen. Maar dat is allemaal tijdelijk, mensen. Dat wil ik uiteindelijk allemaal nog eventjes, ja, gaan oplossen natuurlijk. Maar daarvoor moeten we eerst even de vijand waarvan we niet weten wie het is gaan verslaan. Dus ja, dat wordt nog eventjes een dingetje. Maar goed, kijk eens even. We hebben hier de eerste plantenbak gemaakt en ik ben er al super blij mee. Ik zie dat ik hier ooit ook wat ben vergeten. Hier moeten namelijk ook nog wat van deze mooie trapdoors onder. Yeah! En dan zetten we hier dit neer. En kijk, dan gaan we dit zo allemaal plaatsen. Ik wil dadelijk dus echt een zieke inrichting gaan maken, want zoals jullie toen net al snel even hebben kunnen zien, is mijn huis best wel aan de lege kant. Hier wil ik een grote eettafel maken, denk ik. Ik wil hierboven een soort van, ja, mancave gaan maken, zodat je echt een vet uitzicht hebt op het aquarium. Dus hier komt gewoon een grote bank en een tv. Of ja, tv weet ik nog niet. Ik heb natuurlijk hier beneden ook nog een tv staan. Dus we gaan even kijken wat we daarmee gaan doen. En hier wil ik ook nog een soort van keukentje gaan maken. En dit had ik trouwens ook nog niet laten zien. Dit is ook zo vet. Ik had hier eerst een ladder naar beneden naar mijn garage. Maar dit is natuurlijk veel zieker. Kijk, nu gaan we met een trap naar beneden. En hebben we hier de garage waar we lekker kunnen sleutelen. En hier een plek om alle auto's neer te zetten. Alleen moet ik weer wat extra auto's hebben. Omdat de dief die dus ook al gestolen heeft. Dus jullie horen het. Er is werk aan de winkel. Ik ga er gewoon mee beginnen. En nu is de vraag met welke kamer ik ga beginnen met inrichten. En dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Weet je wat? Ik ga eerst even de planten hier buiten afmaken. Kijk eens even. De planten staan allemaal. Maar ik heb voordat ik ga beginnen met inrichten nog even een leuk idee. Want ja, ik heb even pickaxe gemaakt. En die heb ik gemaakt om hier even wat ramen bij te gaan maken. Want ja, eerst konden we aan deze zijkant geen raam maken. Omdat het huis van de noep er dus zat. En voor de mensen die het niet meegekregen hebben. De noep is dus vertrokken met de dief uit Kleurstad. Ik vind het allemaal heel erg raar. Maar goed, de noep is dus weg. En dat is best wel vreemd. Maar goed, ja, we kunnen er weinig aan doen. Dus ik dacht van, dan pak ik gewoon eventjes jouw huis. En dan bouw ik mijn huis gewoon wat groter, weet je. Als hij toch weg is en niet meer terugkomt. Geen probleem. Kijk eens eventjes. Oh. Dit ziet er geweldig uit. Let's go. Dit is echt een top idee om hier ramen te plaatsen. Want ja, anders wordt het zo donker en kil in het huis. Oh, kijk. Nu hebben we een mooi uitzicht. Alleen ga ik er wel eventjes van deze dingetjes voor plaatsen. Zo. Hopsakee. En nu zien we helemaal niks meer. Kijk eens even. Ik ga ze wel open doen. Dan komt er nog eventjes een beetje licht naar binnen. Dat is ook wel fijn. En ja, het zou er sowieso veel beter uitzien als het allemaal paas was geweest. Maar goed, daar kan ik nu eenmaal niet zoveel aan doen op dit moment. Oké, dus we hebben twee ramen erbij. De plantjes staan er al mooi bij buiten. Nu is het tijd, denk ik, om de eettafel te gaan maken. En daarvoor heb ik wat leuke dingetjes besteld. En ik denk dat deze... Ja, weet je, ik laat hem nu nog even staan, deze tafel. Maar misschien is het vet om dan hier zo'n hele lange eettafel te maken. Zodat we hier echt met veel mensen lekker kunnen eten. En even kijken hoe lang die mag worden. Ik maak hem eerst eventjes 4 lang. Dan gaan we eens even kijken of dit er al mooi uitziet. Ik denk het wel, hoor. Dus even kijken. Ja, zeker. Kijk eens even. Oh, prachtig. Hier kunnen we met een hele hoop mensen lekker eten. En moet ik hem nog... Ik denk niet dat hij nog langer moet. Ik denk dat het een beetje onnodig is. Maar ik denk wel dat ik eventjes deze dingen allemaal weg ga halen. Want ja, weet je, 2 van deze eettafels hebben is natuurlijk een beetje overbodig. En op deze manier, als dit weg is, hebben we net wat meer ruimte om hier ook gewoon wat meer te kunnen lopen en zo. Dat is in principe ook
ook wel gewoon handig. Want het stond eerst zo dicht op elkaar. Dus ik ben echt super blij dat mijn huis uitgebreid is. En dit bureautje hier zo gaan we ook verplaatsen. Want we hadden hierboven natuurlijk een soort van kantoortje gebouwd. Of ja, dat had ik het ooit als ingericht, zeg maar. Maar toen waren een keer al mijn spullen weg. En toen heb ik hem maar even daar neergezet. Maar hier kunnen we natuurlijk een veel groter bureau maken. Eens even kijken. Ik ben wel blij met deze ruimte nu. Ja. Dit is top. Het is alleen nog een beetje leeg aan de muren. Dus ik pak er eventjes wat schilderijen bij. En ik pak er ook gelijk eventjes deze planten bij. Want hiermee kun je namelijk een hele leuke plant maken. En eens even kijken. Waar gaan we de eerste plant neerzetten? Ik denk hier. Dit is wel een mooie plek, toch? Zo, hoppakee. Kijk eens even. Prachtig. Wauw. Ik maak hem gewoon nog één hoger. Ja, toch? Dit ziet er top uit. En deze planten die wil ik dus eigenlijk door het hele huis een beetje heen verspreiden. Maar hier wil ik eigenlijk een soort van mooie schilderij hebben. Alleen, het hoeft niet per se een groot schilderij te zijn. Even kijken. Ja, zo'n groot schilderij is in principe ook wel mooi. Eens even kijken. Een schilderij plaatsen kan je eigenlijk altijd het beste doen als je een soort van stukje afschermt. Zodat die niet buiten dat stuk plaatst. Dus laten we die hierin neerzetten. Ja, dit is helemaal top. Oké, leuk. Kijk, dit geeft net even wat meer sfeer aan de muur. Oh, trouwens, ik heb een veel beter idee. Sorry, ik wil een groter schilderij. Even kijken. Kan dat? Kan er een schilderij die zo groot is? Kom op. Dat moet toch kunnen? Kom op. Ik wil gewoon een schilderij van 3x2. Dat bestaat toch? Of ben ik nou gek? Ik weet. Oké, weet je, doen we het gewoon zo. Ook leuk, toch? Ja, dit ziet er ook prachtig uit. Wauw. Kijk eens even. Oh, wat mooi. Woe! Maar we hebben natuurlijk nog wat meer schilderijen. En waar kunnen we die dan neerzetten? Ik denk dat dat later allemaal een beetje komt. Ik denk dat het voor nu wel goed is. Of ja, deze ruimte dan. En ik heb ook even een X gemaakt. Want het is tijd dat we het kantoortje gaan maken. En eens even kijken. Dit ding kan ik zo wel weghalen. Ja, het scherm heb ik nu ook opgepakt. Kijk, en ik heb hier als het goed is nog een scherm. Jazeker. En ik heb hier ook nog een stukje bureau. Dat kunnen we gebruiken. Dus dan kunnen we net een iets groter bureau gaan maken. Dat leek me ook wel nice. En dan gaan we hier gewoon eens eventjes kijken hoe dat we dat gaan doen. Ik denk dat het het beste idee is als we hier zo het bureau neerzetten zo. En dan pakken we hier de muis erbij. En dan gaan we hier even twee schermen neerzetten. Kijk eens even. En nu hebben we dus veel meer plek om te werken. En we hebben hier een mooie stoel. Zodat we lekker achter de computer kunnen zitten. Alleen ja, dit is natuurlijk nog een beetje een saaie kamer. Dus laten we hier ook nog maar even een plant neerzetten zo. Hoppa, hoppa. Die kan in principe ook wel zo hoog. En dan gaan we hier hetzelfde doen. Kijk eens even. Dan zetten we hier ook nog een bandje neer. Kijk, hoppakee. Wat prachtig zeg. Oh, wat is deze kamer mooi geworden. Of ja, het valt in principe nog wel mee. Maar goed, misschien dat we er later nog een keertje wat extra's aan gaan doen. Maar het fijne is nu wel dat we nu een hele hoop meer ruimte hebben hier zo in de keuken. Dus dat scheelt echt een hoop. Hier kunnen we uiteindelijk nog iets van een kist neerzetten of wat dan ook. Dat gaan we dan wel weer zien. Maar ik denk dat het tijd is om verder te gaan aan de volgende kamer. En hier heb ik eigenlijk het meeste zin in. Want we gaan een keuken boven bouwen voor de mancave. En we gaan een mooi bankje neerzetten. En misschien hebben we deze ook nog wel nodig. Wat carpets en zo. Ja, dat komt helemaal goed. En eens even kijken, hoe kunnen we dit het beste inrichten? Weet je wat? Ik denk dat ik gewoon van dit aquarium een soort van tv ga maken. Dat je gewoon lekker hier kan zitten en naar de vissen kan kijken. Dat is misschien een veel beter idee. Ik zie ook trouwens dat ik echt veel meer licht neer moet gaan zetten. Dus dat ga ik ook echt zo snel mogelijk fixen. Maar eens even kijken. Ik denk dat we hier dan zo de bank wel neer kunnen zetten. Ja, oké. En dat doen we dan zo ook. Zo, hoppakee. En dan gaan we hier een mooi hoekje maken. Hier een mooi hoekje maken. En kijk, dan is de bank toch al prachtig. Misschien, ja, ik kan eigenlijk nog wel een stukje langer. Zo, hoppakee. Kijk, dus dan hebben we hier de bank. Dan gaan we hier dadelijk nog even een tafeltje neerzetten. En dan gaan we nu even de keuken bouwen. En gelukkig heb ik hier nog een toorts. Want jeetje, wat is het toch donker met al dat grijs, joh. Potverdikkie, man. Het is niet eens meer leuk eigenlijk. Maar goed, hier gaan we de koelkast neerzetten. Dan gaan we vervolgens eventjes wat van deze grijze blokjes erbij pakken. Waarom niet? Het is toch al grijs. En dan gaan we hier een dubbele wasbak neerzetten. En dan maken we hierboven, even kijken, dit gaan we zo doen. En dan zetten we hier even een hele hoop kastjes neer. En hier ook. Kijk eens even, dit ziet er toch wel geinig uit hoor. En dan zetten we hier nog even zo'n mooie plant neer. Waarom niet? Hoppakee, prachtig. En misschien kunnen we nog wel even zo'n plantje neerzetten ergens. Ik denk dat dit ook wel een mooi plekje is. Zo, kijk eens even. En dan ga ik ook eventjes het tapijt erbij pakken. Want daar heb ik ook nog een hele hoop van. Hier in het midden komt dadelijk natuurlijk een mooi tafeltje. En dan komt hier omheen gewoon even een heel mooi tapijt. Zo, kijk eens even. Oh. Wat wordt dit prachtig zeg. Hoppakee. Nu kunnen we hier dus echt heerlijk chillen en naar de vissen kijken. Ik vind deze kamer echt helemaal geslaagd. En ja, dan denk ik dat we er wel zijn. Want we hebben echt een hele hoop meubels bijgeplaatst in dit huis. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Laat me zeker even weten wat er nog allemaal meer in het huis moet komen. Want ik ga het allemaal plaatsen wat jullie in de reacties achterlaten. Dus vergeet dat zeker niet te doen. En vergeet me ook zeker niet even te volgen op Instagram. Want daar zet ik best wel vaak een oproepje neer. In mijn verhaal waar ik aan jullie vraag
wat ik moet gaan doen in de survival. Dus vergeet me daar zeker niet op te volgen als je dat niet wil missen. Het staat hier in beeld, dus vergeet dat zeker niet te doen. En binnenkort komt er op Instagram ook een hele toffe giveaway aan. Dus vergeet daar zeker niet voor te volgen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En check nog zeker even deze video van Mick, want het was heel raar wat er in deze video gebeurde. Hij dacht dat hij een gemene giel tegenkwam of zo. Ik heb geen idee wat het allemaal was. Ga het zeker even kijken.